En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we het niet hebben over make-up, maar over mijn haren. Want ik heb hier een hele aparte krultang of wafeltang of hoe ik het ook moet noemen. Erop staat 3 Barrel Waver. En hiermee ga ik vandaag mijn haren doen. Ik vind dit echt een super apart apparaat of hoe je het ook moet noemen. En hiermee moet je dus van die beach waves kunnen creëren. En dat intrigued mij echt. Ik heb mijn haar best wel vaak stijl. Ik heb normaal gewoon krullen, maar ik stijl mijn haar zo hier en daar zoals nu. En ik dacht, laat me zo mijn wafeltang halen en kijken hoe het eruit gaat zien bij mij. Ik heb het al gezien bij verschillende meiden. Bij de ene is het echt super mooi, bij de andere is het net een schaap. Dus ik hoop dat ik gewoon de mooie word en niet de schaap. Maar mij kennende word ik de schaap. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb gisteren mijn haren gewassen. Ik heb het nou gewoon stijl gemaakt. En dan kunnen we gewoon gelijk gaan kijken wat dit gaat doen voor mijn haren. Ik hoop dat het goed gaat lukken. Dit is by the way gewoon helemaal mijn echte haar. Dus er is geen nephaar bij of zo. Dus ik doe dit gewoon helemaal op mijn echte haar. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Oh my god, ik hoop heel mooi. Ik heb stiekem wel echt een beetje de hoop dat het heel mooi gaat worden. Wordt het niet mooi, dan ga ik het gewoon weer allemaal gelijk stijl maken. Dus whatever, maakt niet uit. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Als je wilt weten wat ik op mijn lippen heb. Ik heb dit lippot loodje op van NARS. In de kleur Intriguing of zoiets. Is een heel mooi nude lippotloodje. Deze ooglook, deze hele make-up look heb ik gemaakt in de video waarin ik allemaal nieuwe make-up heb getest. Ik breng het hier in beeld. Dus als je dat wilt zien, bekijk even die video. Nadat je deze video hebt gekeken natuurlijk. Ik maak niet heel vaak haarvideo's. Dus ik ben wel weer heel enthousiast over dit. Want het is weer een beetje iets anders. In plaats van altijd maar make-up. Laat me weten wat je van dit soort video's vindt. Want dan zal ik er zeker meer maken. Dit is dan hoe de tang eruit ziet. Dit is de hele verpakking. En ik heb hem gewoon online gekocht. Ik zal de link beneden zetten in de beschrijving. En de tang heeft mij €30 gekost. Dus ook niet heel duur. Het is vrij betaalbaar. En ik ben echt heel erg benieuwd. Hier zie je wel 2 meiden. Maar volgens mij is hun haar niet gedaan met de tang. Want ja, de meiden die ik heb gezien, hun haar ziet er echt heel anders uit. Dus ik denk niet dat dit het wordt. Hij is 25 mm. Je hebt heel veel verschillende. Alleen de meeste waren 25 mm. En hier staat dan ook nog Create Big Bouncy Lush Waves in Seconds. Get Wavy, Get Bombay of zoiets. Super apart dit. Hier staan ook nog wat dingen. Er staat op Fast Heating. Hij wordt snel heet. Tourmaline Ceramic Glaze Coating of zoiets. Ik weet niet wat dat is, maar dat is dus ja, wat er omheen zit. En super easy to use. Hij wordt 170 tot 220 graden. Mijn steltang is ook altijd op 220 graden. Dus ik doe gewoon altijd de hoogste. Dus ja, laten we gewoon dit even snel gaan openmaken en gaan proberen. Unboxing. Dit is hem dan. Oh mijn god, hij is best wel groot. Hij is zo mooi roze. Ik hou van roze. Ik vind dit echt zo mooi eruit zien. I love it. En dan hier moet hij gewoon zo aan. Oké, nou jongens, laten we gewoon geen tijd meer voldoen. En laten we gewoon gelijk beginnen. Ik ga even in de stopcontact doen. Terwijl die heet wordt, zal ik heel even vertellen wat ik normaal voor mijn haar gebruik. Ik gebruik altijd mijn Steampot om mijn haar te stylen. Steampot is echt de beste steltang. Vooral voor mensen met krullend haar. Mijn haar is echt super krullend. Ik heb echt krullen. Ik heb niet waves of zo. Ik heb echt volop krullen. En hij maakt mijn haar zo stijl. Je zou bijna niet eens kunnen zien dat ik normaal krullen heb. En hij beschadigt je haar niet heel veel. Dus ik gebruik altijd mijn Steampot. En ik krul vaak mijn haren gewoon met deze krultang. Die heb ik gewoon ooit gekocht bij de Kruidvat. Van Babyliss of zoiets. Heb ik echt gewoon random gekocht bij de Kruidvat. Deze heb ik echt al een aantal jaar. En dan hiermee maak ik vaak zo hier beneden krullen. Ik maak ook af en toe hier zo krullen onderin. Gewoon met mijn Steampot. Dat heb ik vandaag ook gedaan. Dit zo wat je ziet heb ik gewoon gedaan met mijn Steampot. Want dan worden de krullen iets meer groot of zo. En dat vind ik af en toe ook wel mooi. Maar vandaag gaan we dus deze gebruiken. Is hij al heet? Ik weet niet wanneer die heet zou moeten zijn. Nou ja, ik laat hem gewoon eventjes. Ik ga even mijn haar alvast eventjes vastzetten en zo. Ik ben ook echt van plan om echt mijn hele haar te doen. Van top tot aan beneden. Niet alleen maar onder of zo. Even kijken. Wat ik normaal altijd doe is dat ik een scheiding maak. Zo in het midden. En dan doe ik eerst de ene helft en dan de andere helft. Dus dit gaat eventjes gewoon zo vast. En ik doe altijd in tweeën. Dus dan zo. Je kunt het ook doen in drieën. Dat zie ik ook heel vaak mensen doen. Maar ain't nobody got time for that. Dus ik doe gewoon altijd zo 2. Zo. En dan heb ik zo dit mooi. Eventjes met de kam er doorheen. En dan ga ik dus hier beginnen. Oh my god. Oké, ik denk dat die heet is. Kijk, bij mijn andere krultang heb je ook zo een lichtje hier. Kijk, hier is hij gewoon rood. Maar bij mijn andere gaat hij zo aan, uit, aan, uit, aan, uit. Zo knipperen. En dan wanneer die is gestopt, is hij klaar. Maar hier is hij gewoon aan. Dus ik weet niet wanneer die dan klaar is. Maar
hij voelt heet aan. Dus ik denk dat hij wel klaar is. Mijn grootste angst is om mijn haar eraf te branden. Dus ja, we will see. Ik ga gewoon eventjes hier voor beginnen. Even makkelijk. Normaal begin ik achter, maar ik wil even oefenen. Ja, trouwens, misschien is het beter om te oefenen met de pluk achter. Ja, ik ga beginnen met de pluk achter, jongens. Nee. Ik ga beginnen met de pluk voor, want ik wil echt nog even oefenen. Oké. Okay. Oh, ik vind het gewoon echt spannend. Moet het zo of moet het zo? Ik denk gewoon zo. Oké, mensen, ik doe maar wat. Oh my god. Ik verbrandde mijn oor. En dan gewoon zo drukken of zo. Ik vind het zo raar. Oh mijn god, kijk. Wacht, ik heb denk ik nog niet genoeg gedrukt. Ik verbrand heel de tijd mijn oor. Dit ding is zo groot. Oké, zien we dit? Oh my god, oké. Ik ben echt zo benieuwd hoe dit gaat worden als straks mijn hele haar af is. Ik weet niet per se of dit echt heel mooi gaat worden, maar oké. Dit kost zoveel tijd. Oké, dit is dan hoe het eruit ziet. We gaan gewoon verder. Op zich is het wel fijn dat hij zo groot is, want dan kan ik gewoon gelijk heel veel haar pakken. Maar aan de andere kant is het ook wel weer vervelend. Ik verbrand heel de tijd mijn hand of mijn oor of oh my god, omdat hij dus zo groot is. Mijn haar is ook echt lang, dus ik ga hier wel eventjes zitten, jongens. Oh my god. Oké, dit zijn nou de eerste twee plukken. Ik weet niet hoor, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. We gaan gewoon verder. Oké, nou dit is nou heel pluk 1. Mijn haar is een beetje vettig. Ik heb het wel gisteren gewassen, maar ik weet niet wat er is gebeurd. Maar het is alsnog gewoon een klein beetje vettig nog. Maar ja, whatever. Oké, het is apart. Laat ik nog geen conclusies trekken. Laten we gewoon verder gaan. Ik ga nou dit eventjes zo vastmaken. En nou komt het deel die het belangrijkste is, want die zit bovenop. Ik ga gewoon hierachter beginnen. Want nou heb ik wel een beetje geoefend. Nou kan ik dit goed. Nou ben ik professional. Als iemand tips heeft omtrent hoe dit echt goed moet, let me know. Want ik ben echt maar wat aan het doen. En dan wil ik het zeker wel vaker proberen. Maar ik heb het gevoel gewoon dat het gewoon zo moet. Ik hoop gewoon dat het gewoon veel volume geeft. Ik ben altijd wel op zoek naar volume en zo. Dus dat hoop ik. Ik weet niet, kijk, zo is het dus niet mooi. Zo van voren, maar zo schuin wel-achtig is. Ik weet niet, oh my god. Ik zal heel even een foto brengen in beeld van het doel die ik wil bereiken. Ik weet niet echt of ik dit ga bereiken. Maar ja, whatever. Kijk, het is gewoon zo raar stijl gekruld of zo. Ik weet niet hoor. Oké, op zich heeft het wel iets. We gaan gewoon verder. Zie je, ik moet niet allemaal te vroeg klagen. Oké, de eerste helft is klaar. Oké, wat vinden we ervan? Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind, jongens. Het heeft wel iets, maar ook weer niet. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer mooi. Ik zal even iets meer naar achteren gaan. Kijk, als je gewoon zo bekijkt is het gewoon mooi. Maar zo vind ik het weer een beetje... Ja, nee, trouwens, zo is het ook wel mooi. Ik denk dat ik wel... Ik moet gewoon even wennen. Ik denk dat dat het is. Kijk, zo was het dus normaal. Kijk even dit verschil. Zo was het normaal, zo is het nu. Zeker meer volume, dat vind ik echt prachtig. Ik vind het echt mooi dat het zoveel volume geeft. Ik vind het wel iets hebben, jongens. Ja, ik ga even ook de andere helft doen. Oké, jongens, ik ben klaar. De andere kant is ook helemaal klaar. Ik vind het wel leuk. Ik ben er nou iets meer aan het wennen. Ik vind deze kant beter dan deze kant. Ik weet niet waarom. Ik weet niet, is het nou de bedoeling dat ik het een beetje uit elkaar haal zoals ik normaal doe? Of moet ik het gewoon zo laten? Ik ga het toch gewoon een beetje uit elkaar halen. Ik vind het wel iets hebben. Hoe langer ik ernaar kijk, hoe leuker ik het vind. Het heeft ook lekker volume. Dat vind ik heel fijn. Ik zal even een beetje omhoog gaan. Dit is de onderkant. En dit is dan de achterkant. Is ook heel erg leuk.
Wat vinden we ervan, jongens? Ik vind het leuk. Dit was ook de eerste keer dat ik het deed. Ik denk hoe vaker ik het doe, hoe beter ik het ga doen. I like it. Misschien ook zo schuin. Is dat misschien leuk? Even kijken. Oh nee, dat vind ik echt mijn... Oeh nee. Zo schuin is echt niet mooi. Oké, nee. Even terug weer. Nee, het moet gewoon zo blijven. Het kostte wel echt veel tijd. Dat moet ik wel zeggen. Veel meer dan als ik mijn haar normaal doe. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik hou vooral voor de volume. De volume vind ik heel mooi. Ik heb heel vaak dat wanneer ik mijn haar stel, wordt het helemaal zo platachtig. En nou geeft het echt volume. Ik denk ook echt hoe vaker ik dit doe, hoe beter het gaat werken. Ik vind ook dit een beetje rarig of zo nou zo zitten. Maar ik denk dat ik dat wel kan oplossen door dit vaker te doen. En dan weet ik ook precies hoe ik hem moet zetten en zo. Maar ik denk voor zo voor een eerste keer vind ik het zeker wel leuk. Wat vinden we ervan? Vinden we het mooi? Ik vind het nou hier zo plat en dan wordt het ineens bol. Zien we dit? Zien jullie wat ik bedoel? Ik had misschien ietsje lager moeten beginnen. Misschien hier beginnen of zo. Nou ja, in ieder geval, ik vind het wel heel, heel leuk. Wat vinden we ervan? Let me know. Maar goed, dat was het dan voor vandaag, jongens. Vind je hem leuk? Ik zet beneden een linkje waar ik hem heb besteld. Hij is niet heel duur, dus dat is top. En ik vind het heel leuk. Ik denk dat ik dit echt wel vaker zou doen. I like it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!